Wel, in de eerste plaats hebben we een magnifieke verblijfplaats. Ik denk dat deze site ook al het oord geweest is van Portugal 6 jaar geleden of 7 jaar geleden. En dan ook voor de Euro was Polen hier te gast. We zitten hier in perfecte omstandigheden. En ja, dat is natuurlijk altijd wel een keer leuk dat je in een andere oord u kunt volledig en goed gaan voorbereiden. En Hans de groep eigenlijk de hele dag bij u heeft. De eerste, ja, laten we zeggen, nu 3 dagen is het inderdaad al pittig geweest. En dan voel je ook aan de groep dat ze soms een klein beetje uitunt door kleine blessures. Maar kom, we gaan proberen tegen het einde van de week iets rustiger aan te doen. Want we hebben zaterdag nog 2 oefenwedstrijden eigenlijk. Eén tegen AS Monaco en ook een ander tegen AS Monaco 2. Dus de bedoeling is dat iedereen opnieuw 90 minuten speeltijd kan krijgen. Als je 3 weken voor de competitie staat, dan wil je toch een klein beetje voorzichtigheidshalve niet iemand gaan overbelasten of dan het risico te nemen om volledig uit te vallen. Dus, maar kom, we zijn al altijd geholpen geweest door de vele beloften. En misschien gaan we er ook nog een aantal roepen voor de wedstrijd tegen in Monaco. Dan gaan er misschien nog een aantal achterkomen, laten we zeggen, die dat verleden week ook perfect ingevuld hebben met de oefenwedstrijden tegen Zulte Waregem en Standaard.